Happy New Day gaat nog steeds als sterk als een winnaar en komt aan u voorbij en heeft straks nog één volledige ronde te gaan. Happy New Day, makkelijk aan de leiding voor Wild Nature, met misschien wel weer de man van de dag, Tom Kooijman. Won 5 keer op Emmeloord, heeft nu al 3 overwinningen op rij en ligt er mooi bij met zijn Wild Nature. Derde ligt nog steeds paard nummer 5, Juliette, en die ligt er ook goed bij. Nu krijgt Michael de dubbel iets meer haast met zijn Medic Worthy. En buitenom zien we nu de aanval komen van Godrich en Jaap van Rijn, maar ook van Kiss and Ride, John Cavallo. Het kon wel eens een mooie strijd worden, maar Rick Wester, die lijkt zich niet druk te maken achter Happy New Day. Paard met slechts €5.000 winstom wordt ingeschreven tot €15.000 en gaat nog op het moment aan sterk. Happy New Day. Happy New Day gaat voor de laatste keer de stalterreinbocht door voor Wild Nature. Juliette schuift langzaam naar het tweede spoor. Daarachter Michael en dubbelde met Maddock Worthy. Binnendoor gaat Godrich voor een mooie klassering, maar Happy New Day lijkt vandaag met helemaal niemand wat te maken te hebben. Happy New Day voor stal de Groningers met Rick Wester. Nu krijgt hij misschien nog een aanval van Wild Nature. Binnendoor gaat Godrich. Het is Happy New Day op de finish en Tom Kooijman gaat met Wild Nature er toch nog een spannende strijd van maken. Happy New Day voor Wild Nature. Het is Wild Nature. Ja, ja. Weer voor de Canaries. Tom Kooijman die wint het met Wild Nature. De 3 voor de 1. Happy New Day. 3-1. En dat is voorlopig. In afwachting op de voorlopige winnaars van de 8e koers, voorlopig althans, nummer 3, Wild Nature en Tom Kooijman. Kijk even naar het dienstdoende draverijcomité of ook over kunnen gaan tot het huldigen van deze winnende combinatie. Het antwoord is ja, we krijgen een duim. Eerst maar eens even een bijzonder woord van dank aan Priora accountants en belastingadviseurs. Een sponsor sinds jaar en dag hier op de baan van Jouwer. En ook vandaag is dat niet anders. Duizendmaal dank aan Priora accountants en belastingadviseurs. Hij is officieel, Rogier. Dankjewel voor de vierde maal Tom Kooijman hier in de Victory Lane. Het is een mooi woord, maar waarom zouden we het dan ook niet gebruiken? En het is duidelijk dat het succes van de Canaries maakt dat steeds meer mede-eigenaren zich ook formeren bij de huldigingen. En waarom ook niet, het is hier bar gezellig op Jouwer. En op zulke dagen wil je winnen als eigenarencollectief. We gaan even naar Tom. En dan kan ik maar één ding zeggen, Tom. Dan lukt ook alles, hè? Ja, en ik had ervoor gewerkt en ik had eigenlijk wel stille hoop. Ze begonnen heel goed. Nou, dat wou Rick ook graag, dus ik had een mooie rug. En Rick ging steeds harder rijden, waardoor ik ook geen haast hoefde te maken. En ze was geweldig goed. Ja, het paard heeft op zich niet een mooi rijtje staan, maar meestal komt hij zijn koersen wel thuis. Ja, ze hebben een beetje strenger meester nodig, zei Bas. En, ze hebben 3 keer nu strenger meesters mee gereden. Die zijn 2 keer 2 geworden. En hier heb je meer kansen in Wolvega, maar ze deed heel goed. Ja. Ja, 5 keer op Emmeloord, 4 keer hier, ontevreden. Je hoort mij nooit mopperen, Rogier. Als ik 1 win, vind ik het ook geweldig. Het leven zit heel vreemd in elkaar, gelukkig, en ik geniet ervan. De laatste winnen wordt lastig voor je, denk ik. Ja, maar als ik misschien in mag vallen voor iemand, ga ik het toch proberen, hoor. Ja, haal je die 65 kilo? Ik denk het niet, hè? Bijna. Goed, Tom Kooijman, de onbetwiste man van de dag hier vandaag in Jouwer. Hij slaat voor de 4e keer toe. Hij had een paar hele gemakkelijke opdrachten, maar dit was lastiger. Wild Nature, een paard zonder verrichtingen, maar een paard dat dus geklipt is voor het werk op het gras. Geef een applaus, Tom Kooijman, Wild Nature. Necesito.